Fredbom. En dan met een ouderwetse stunt. Een stunt van Twan de stuntman. Twan de man die alles kan. Hij heeft beloofd het weer buitengewoon spectaculair. Ik zou zeggen, een hele goede wil, Fred. Dag Twan, welkom. Dag zijn we weer, hè. Wel een spectaculaire stunt. En deze wil het is een, nou ja, meer een ontsnappingsstunt, zou ik willen zeggen. De naam Houdini, zegt je wat? Houdini? Ja, de grote ontsnapper. Kerel, kom er even bij. Kijk, we gaan hetzelfde doen. Ik heb hier een... Kijk, die ketting. Ja. Dat is niet uit elkaar. Dan laat je inbinden. Echt ijzeren. Dan laat ik me nu inbinden. Ik draai je even rond. En het gaat een hangslot op. Gaat een hangslot op. Het is onmogelijk om eruit te komen. Dat dicht te drijven. Onmogelijk. Oké. Zit het slot? Heb je het slot erop, Gerard? Oké, kijk. Ik kan... Zit je helemaal vast, hè, deze manier? Ik kan de kant erop. Dat zit vast. Ga je er weer naartoe, hier zo? Nee, ik ga niet alleen. Ik ga ook nog met een staaf dynamiet. Heb je een dynamiet gehad, denk ik? Oh, maar dat is toch gevaarlijk dan? Dat is levensgevaarlijk. Kan ontploffen. Als het te vroeg ontploft, dan is het gebeurd met Van. Maar goed, dat gaat niet gebeuren, want ik heb natuurlijk goed gerepeteerd. Dus ik ga nu in het toilet staan. En mijn assistent steekt even de dynamiet aan. En dan moet ik zorgen dat ik binnen een paar seconden dat ik mezelf bevrijd heb. Dat kan je. Oké, stel. Dynamiet erin. Dan snel de deur dicht. En ik ga proberen. Nou, zo snel sterk dat ik hoop dat het je lukt. Wij gaan een beetje uit de buurt. Dat is wel een truc, dat is zo, hè? Dat had Houdini mij niet aangeladen, hè? Voordat hij ontploft. Wat zal er dan in leven zitten, Frits? Zo zien we weer de echte ontsnappingstruc van Twan de stuntman. En daarom ook geloof ik dat ik wat... Een spectaculaire stunt, dat mag gezegd worden. Houdini in zijn beste dagen, maar dan nu. Twan de stuntman, de man die alles kan. Dit was Fredbom. Gaat je wel! Gezellig! Gezellig!